generatie moeders, onze strijders. Volgens mij zijn er bloemen. Er mogen bloemen komen. Die mogen gegeven worden. Ja, zeker. Zeker. Tabakla alaikum. Allah ismah lina min walidin. Ahmed Larouz heeft mij gevraagd om, om iets te zeggen over volgend jaar. Volgend jaar is het 50 jaar Marokkaanse migratie. En nou ja, dat wil ik graag doen en ik vind het een enorme eer. Ik heb iets op papier gezet, het waait een beetje, dus ik ga mijn papier even goed vasthouden. Yalla, bismillah. 10 jaar geleden hield ik een interview dat mijn blik op het verleden, het heden en de toekomst compleet veranderde. En dit keer was niet ik het onderwerp van het gesprek. Nee, het was mijn moeder. Een vrouw die, zoals vele moeders, zichzelf vaker op de achtergrond plaatst dan op de voorgrond. En zo kun je je hele leven leven zonder echt te weten wie je moeder nou werkelijk is. Mijn aanleiding voor dit gesprek, dat nog niet eerder had plaatsgevonden, was mijn besluit om een voorstelling te maken over haar. Alles uit dat interview en vele gesprekken die volgden, leidde tot de voorstelling Ummi, mijn moeder. Heeft iemand die voorstelling gezien, toevallig? Ja? Gelukkig. En daar begint ook de reis. Ik bereidde mijn vragen voor, ik plaatste het statief en liet de camera lopen. Ik leerde haar beter kennen en daarmee mezelf. Ik leerde haar geschiedenis beter kennen en daarmee mijn geschiedenis. Ze deelde haar verhalen met liefde over de liefde, over familie, over verlies, over dromen en over die reis die haar leven compleet veranderde. Haar reis naar Al-Kharij, haar reis naar Nederland. En ze sprak op een manier die haast zei, ik vertel je dit alles 1 keer en daarna nooit meer. Aan het einde van het interview vroeg ik haar, maar mama, waarom heb je mij, waarom heb je ons nooit eerder jouw verhaal verteld en jouw rijke verleden met ons gedeeld? En ze antwoordde met de woorden, lifat mat. Wat letterlijk betekent, wat geweest is, is dood. Ik vroeg haar, maar mama, waarom vertel je het nu wel? En ze antwoordde, omdat ik het gevoel heb dat je iets belangrijks gaat maken met mijn verhaal. Omdat ik een stem mag zijn van de generatie die we niet horen en bijna niet meer zien. En omdat ik wil dat ons verhaal niet vergeten wordt. Want als ons verhaal wordt vergeten, dan worden wij ook vergeten. En deze woorden raakten mij diep. En zijn voor mij een motor geworden voor het maken van theater. En het is niet voor niks dat ik na Ummi de voorstelling Dad heb gemaakt, die onder andere over mijn vader gaat. Dit zijn verhalen om te koesteren. En verhalen die niet door iedereen verteld kunnen worden. Want dit zijn onze verhalen. Onze roots. Onze geschiedenis en onze toekomst. En met onze verhalen bedoel ik ook jouw verhaal. En jou en jullie hier in de zaal. Als je gezegend bent met het feit dat je vader en moeder nog om je heen hebt, praat met ze. Stel ze vragen. Schrijf hun verhalen op. Laat hun migratiesporen optekenen. Of gebruik de nieuwste iPhone met perfecte camera om je eigen mini-docu te maken over je ouders. De vorm maakt niet uit. Het gaat om de inhoud. De rode draad, de patronen. Zodat je die door kan geven aan je kinderen, inshallah. Mijn vader kwam naar Nederland in 1968. Dit jaar is dit 50 jaar geleden. Maar officieel wordt volgend jaar, in 2019, 50 jaar Marokkaanse migratie gevierd. En ik vind dat we dat groots moeten vieren. Het is het perfecte moment om onze ouders te eren. Om ze te laten zien dat ze niet voor niks hun dromen hebben opgeofferd, zodat wij, hun kinderen, hun kleinkinderen, onze dromen kunnen waarmaken. Om ze te laten zien dat ze niet voor niks keihard hebben gewerkt. Maar ook om Nederland te laten zien dat onze ouders, de eerste generatie, de strijdersgeneratie, onze expats, onderdeel zijn van de Nederlandse geschiedenis. Zodat hopelijk op een dag de volgende generaties tijdens de les geschiedenis het hele verhaal leren. En dat de Noras en de Meliks en de Rashidas van de volgende generaties trots in de schoolbanken zullen zitten en zullen zeggen, ja,
Ja, dat is het verhaal van mijn overgrootopa en mijn overgrootoma. En is dat niet meteen de meest zuivere betekenis van geschiedenis? Is geschiedenis niet de optelsom van heel veel verhalen uit het verleden? De naam van het event van vandaag had niet toepasselijker voor mijn boodschap vanavond kunnen zijn. Diwan. Diwan is een van de Arabische woorden voor licht. Vanavond laten we het licht schijnen op vele succesvolle mannen en vrouwen die de belichaming zijn van doorgaan en niet opgeven. Het is het bloed van onze ouders die door onze aderen stroomt. Ik hoop met heel mijn hart dat we ons allemaal op allerlei verschillende manieren zullen inzetten om in 2019 het licht over die eerste generatie te laten schijnen. Hun zullen eren en hun als de iconen zullen portretteren die ze zijn. Want liefheid, mijn match. Allah is mahlina min walidin. Dank jullie wel.